Hoi, ik ben Max en vandaag gaan we praten over schroefdraadafdichtingsmiddelen. In het algemeen voorkomen draadafdichtingsmiddelen, lekkage van vloeistoffen in een verbinding. Ze werken door middel van het luchtdicht vullen van de ruimte tussen de aansluitingen. Ze kunnen ook functioneren als smeermiddel als een schroefdraadverbinding wordt vastgedraaid. En zodra de verbinding wordt vastgedraaid, gaan de chemische stoffen in de afdichting uitharden. En dit kan tussen de 20 minuten en 24 uur duren, afhankelijk van het type. Meestal zijn draadafdichtingsmiddelen gebaseerd op PTFE. Wat een ideaal materiaal is, omdat het kan worden gebruikt met een breed scala aan materialen en media, en het is bestand tegen hoge temperaturen en druk. En bij het selecteren van een afdichtingsmiddel is het belangrijk om na te denken over de demontage van het systeem. Er zijn drie verschillende sterkte afdichtingsmiddelen: lage, medium en hoge sterkte. Lage sterkte afdichtingsmiddelen zijn gemakkelijk te demonteren met de hand. Medium sterkte zijn moeilijk te demonteren met de hand, en hoge sterkte afdichtingsmiddelen zitten permanent vast. De volgende stappen worden gebruikt om schroefdraad aan te brengen. U heeft een ontvetter, een doek en uw afdichtingsmiddel nodig. Maak als eerst de draad vetvrij en schoon. Vervolgens breng het afdichtingsmiddel aan op de buitendraad. Zorg ervoor dat er voldoende vloeistof op de draad zit om de kloof tussen de draden te vullen. Draai de verbinding dan aan en maak deze niet meer los. Laat dan de chemicaliën net zo lang uithouden als dat is aangegeven in de technische data. En tenslotte controleer je op lekkage. Nou, als u nog vragen heeft over draadaftegingsmiddelen of een ander product, neem in contact met mij of iemand anders van in op.